transport van warmte. Wat wordt daar nu weer mee bedoeld? We zullen eens kijken of dit de bedoeling is of dat het iets anders is. We hebben het vorige keer over warmte gehad. Warmte is energie en die kan stromen. En het stroomt altijd van warm naar koud, oftewel van hoog naar laag. Belangrijk is dat je weet dat warmte geen temperatuur is, maar warmte is energie. En we spreken dan eigenlijk over interne energie, oftewel de kinetische energie van de moleculen. Hoe sneller de moleculen bewegen, hoe hoger de temperatuur. Hoe kun je warmte laten transporteren? Er zijn drie soorten transport. De eerste transportmogelijkheid is geleiding. Stel je voor, je hebt een lekker pannetje soep, lekker heet natuurlijk, en daar doe je een metalen lepel in. Die metalen lepel is nog goud, maar je begrijpt wel, die lepel wordt op den duur ook warm, zodat je straks lelijk kunt branden aan de steel van de lepel. Hoe zit dat in elkaar? Wel, kijk, hieronder heb je een stukje van de lepel. Het stukje lepel zit hier in de soep en dit stukje zit nog niet in de soep. Wat gebeurt er? Wel, aan deze kant is hij heet en dus zal hij gaan bewegen. De moleculen die bewegen. En er zit een molecuul naast een molecuul, dus die gaat mee bewegen. En naast het molecuul zit weer een molecuul, dus die gaat ook mee bewegen. En zo gaat ieder molecuul met de ander mee bewegen. En tenslotte zal ook het andere uiteinde heet worden. Dit is transport van warmte via geleiding. Je kunt natuurlijk ook een materiaal hebben waar de moleculen iets verder van elkaar afzitten. Dan krijg je dus dat de moleculen wel meebewegen, maar iets later dan normaal. Het wordt wel heet aan de andere kant, maar het duurt gewoon wat langer. Oftewel, als er grotere afstand tussen moleculen zijn, dan heb je een slechtere warmtegeleiding. Oftewel, als je een vaste stof hebt, dan is de afstand zeer klein, dus kun je een beste geleiding verwachten. Bij vloeistof is de afstand groter, dus een kleinere transport van warmte via geleiding. En gas heb je eigenlijk via geleiding geen transportmogelijkheid. Dus goede geleiding, vaste stoffen, slechte geleiding, gassen. Wat ook nog is, is natuurlijk, je kunt twee vaste lepels hebben, een metalen of een stenen lepel, en dan zal de metalen veel beter de warmte geleiden dan een stenen lepel. Kijk, hier zie je het voor je. Metaal en steen worden verwarmd, maar metaal die transporteert de warmte sneller dan steen. Nog een keer, de warmte zie je veel sneller stromen in het metaal dan in de steen. Warmte, het symbool voor warmte, dat was de Q. En de warmte gaat dus in kortere tijd door het metaal heen. En dat betekent dus dat delta T kleiner is. Q, warmte, tijd, delta T. Die twee, dat noemen we warmtestroom. Warmtestroom is de hoeveelheid warmte die per seconde langskomt. Of in formulevorm P is delta Q gedeeld delta T. We gaan het nog eventjes in detail bekijken. Dus P is delta Q gedeeld door delta T. Hierin is delta Q de hoeveelheid warmte die langskomt en dat moet in joules. Delta T is de tijd die de warmte daarover doet en dat moet in seconden. En dan krijg je tenslotte de warmtestroom en de eenheid van warmtestroom is dan joules per seconde of een ander woord daarvoor is de watt. Stel je hebt een muur. Aan de linkerkant is het lekker warm en aan de rechterkant is het toch wel wat koud, 5 graden Celsius. Dan zal er dus warmte willen gaan stromen van de warme kant naar de koude kant, de warmtestroom. Wel, waar hangt de grootte van de warmtestroom nu allemaal van af?
Als je goed nadenkt, dan denk je eerst natuurlijk van hé, als ik nu een dikkere muur bouw, dan heb ik natuurlijk een betere isolatie. Dus de dikte van een muur is van belang. Maar behalve de dikte van een muur is ook van belang het oppervlak van de muur. Een groter oppervlak betekent dat er meer doorheen kan. En het temperatuurverschil is ook van belang. Een groot temperatuurverschil betekent dat de warmte makkelijker, sneller gaat stromen dan dat je nauwelijks of geen temperatuurverschil zou hebben. En laatste iets, ook heel belangrijk, is het materiaal waar de muur van gemaakt is. Als je het maakt van piepschuim of van metaal, dat is wel van belang. En het materiaal van een muur, dat wordt weergegeven met de letter lambda. En lambda, dat staat voor thermische glijdbaarheid of warmteglijdingscoëfficiënt. En dat is weer voor ieder materiaal verschillend. Eventjes alles samengevat van deze dingen waar de warmtestroom van afhangt. De warmtestroom, die kun je berekenen. En die is gelijk aan lambda mal A mal delta T gedeeld door D. Eventjes weer in detail. Delta T is het temperatuurverschil aan de linker en de rechterkant. En dat mag in Kelvin of in graden Celsius, want voor temperatuurverschil maakt het niks uit. D is de dikte van het materiaal in meters. P, dat was de warmtestroom, in watt. A is het oppervlak van de muur, of ook wel eens dwarsdoorsnede genoemd, in vierkante meters. En tenslotte lambda is de thermische glijdbaarheid of warmteglijdingscoëfficiënt van het materiaal. En dat wordt gedaan in watt per meter per Kelvin. En die eenheid is zo gekozen zodat die keurig in deze formule weer past. Hiernaast staan een aantal waarden van die thermische glijdbaarheid voor diverse stoffen. Alles is weer terug te vinden natuurlijk in BINAS in de tabellen 8 tot en met 12. De eigenschappen van de diverse stoffen. En je ziet aan dit lijstje wel dat koper inderdaad een hele slechte glijder is en glas juist een hele goede glijder. De tweede manier van transport die we bespreken is stroming. Dus we hebben transport via glijding nu gehad en we kijken nu naar transport via stroming. We gaan een reageerbuisje pakken en we doen daar koud water in. Water, een vloeistof, dus de warmte kan heel slecht via geleiding worden gedaan. Je gaat nu onderin water verwarmen. Wel, als je water gaat verwarmen, wat gebeurt daar dan mee? Dat gaat uitzetten. Het wordt een groter volume en als het uitzet, betekent dat het een kleinere dichtheid wordt. Dus een kleinere dichtheid betekent dat het gaat stijgen in het koude water. Het stroomt omhoog. Oftewel, het warme water transporteert zichzelf omhoog. En dit is warmtetransport via stroming. Het is natuurlijk logisch dat je dit alleen maar kunt krijgen in die stoffen die ook kunnen stromen. Vaste stoffen, een warmtetransport via stroming is dan onmogelijk. De derde manier van transport is via straling. En dat transport, dat zul je ontzettend vaak tegenkomen dat je denkt van, oh, wel lekker. Kijk, je hebt de zon, ver van ons vandaan, gelukkig, want hij is wel ontzettend heet. En de aarde, lekker 20 graden Celsius, lekker buiten. Nu heb je tussen zon en aarde een vacuüm. Dat betekent dus dat er geen geleiding is en vacuüm kan ook niet stromen, dus je hebt ook geen geleiding via stroming. En toch komt de warmte van de zon wel op de aarde terecht. En dat gebeurt via straling. De zonnehitte die gaat via stralingsenergie naar de aarde. De aarde absorbeert het en daardoor stijgt het in temperatuur. En warmte is dan via straling getransporteerd van zon naar aarde. Even tijd voor verkoeling, eventjes rust. Dit was het weer. Tot ziens.